Het vijfde seizoen van... Wat zegt het volk? Heel goed. Zit er alweer op. Om dit goed af te sluiten, blikken we in deze video terug op de vijf beste video's van het afgelopen seizoen. Op de vijfde plaats vinden we aflevering 131, over het jubileum van de Vierdaagse feesten. Deze zomer vindt het evenement voor de 50ste keer plaats. De organisatie denkt erover om de naam te veranderen naar De Feesten. Toch gebruiken de meesten nog de oorspronkelijke naam, namelijk Zomerfeesten. Nee, zomer, wij noemen het altijd gewoon Zomerfeesten. Zomerfeesten beter dan Vierdaagse feesten. En waarom? Omdat ik niks met de Vierdaagse te maken heb. Ben je het daarmee eens? Nee. Waarom niet? Omdat het echt gewoon alles kan zijn. De feesten. Oh ja, de feesten inderdaad. Dat kan alles. Niks meer met de Vierdaagse te maken, zeg jij dan? Ik niet. Nee. Gewoon lekker bij de zomerfeesten. Ja. Dat is een veel betere naam. Waarom? Nou ja, zomer geeft sowieso al een mooi gevoel. En dan heb je zomer en feest. Plus plus. Is alleen maar beter, toch? Moet het zelf weten. Moet het zelf weten? Ja, man. Dan vind ik wel eigenlijk dat het gewoon een naam moet wat met Vierdaagse te maken heeft. Als het... Ja, het heeft er eigenlijk niks mee te maken, vind ik. Nee man, dat is niet vet. Nee? Nee jongens, het is gewoon zomer toch? Ja. Als het alleen zomer ja, is en het heeft altijd zo geheten, waarom willen ze het veranderen dan? Jij moet ook wat zeggen. Jij moet ook wat zeggen. Nee, ik vind dat ze dat niet moeten doen. Ik vind het een beetje waarom. Mooi. Ja. Je vindt het een beetje waarom. De organisatie laat weten voor deze 50ste editie geen hele grote artiesten te contracteren, omdat het sowieso al erg druk is. Momenteel zijn er optredens aangekondigd van Navarone en Davina Michel. Maar de vraag is, wie zou jij graag willen zien tijdens de feesten? Dit jaar hebben ze nu al twee namen, of tenminste twee grote namen aangekondigd, Navarone en Davina Michel. Katie? Ja, ja, van... hoe heet dat lied ook weer, die hit? Die hit? Weet ik niet, man. Ja, van de Nederlandse hit. Ja, ja. Duurt nu al lang voordat je ja, hem ja, hebt. Die. Goeie, goeie. Geen idee. Kan allemaal wel. Ja, kan allemaal. Iets van nu. Iets van nu? Wat is iets van nu? Ja, weet ik veel. Busy of zo. Niet busy. Niet busy. Hij wil een kleine, ik wil Bluff. Ik wil Bluff. Bluff? Ja, Bluff moet terugkomen. Terugkomen? Ja, heel veel jaar geleden zijn die geweest op de Waalkade. Maar ze moeten terug. Ik vind het echt tof. Nee, weet je, het is hier altijd gezellig omdat er zoveel verschillende podia zijn. Dus altijd wel op een podium is er wel gewoon gezelligheid. Dus of dat je nou een grote naam neerzet of gewoon een feestje bouwt. En dan heb ik liever gewoon een leuk feestje overal. Snollebollekes ook nog. Ja, ja zeker. Q-Music, ja. Waalkade. Ja, komt. Dat is wel leuk toch? De Q-Music foute party ook. Ja, daar zijn wij meestal. Ja, maar we echt niet uit. Ik merk niet eens dat ze er zijn. Oh, je bent gewoon zo dronken dan dat nee, het... Nee, maar ik let nooit op het podium eigenlijk. Oké, dus vooral de mensen eromheen. Ja, precies. Ja, Riff Wiggle, Smip, Smip, Leaves. Nog meer? Weet niet, nee. Nee, verder? Jong Internet. Jong Internet, dat is van een goeie inderdaad, ja. Crisscross Amsterdam en Maan en Tabitha met Huis van Mij. Gaat gewoon naar de Q-Music foute party. Nee, we staan meestal op Faber een beetje te zuipen. Dus oh, ja, dat is een heel goed idee. Wie zegt u? Een discjockey is ook goed. En welke precies? Nou, daar moet je niet meer mee wezen. Maar heeft u niet de favoriete artiest van vroeger misschien, die hij helemaal geweldig vond? Nee, niet meer, nee. DJ Jean? Nooit van gehoord. Oké, jammer. Of Snolleke Bollekes. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja. Dan hopen we dat die terug gaan komen. Ja, zeker. Ja, die komen wel, denk ik. Misschien wel. Is wel een beetje duur. Nee hoor, die zijn er niet meer duur. Oh, die zijn wel duur, Snolleke Bollekes. Geworden? Ja. Oh. Ja. Nou, in ieder geval... Q-Music wel. Dat is waar. Mozart. Dat is een beetje te laat daarvoor, want die is dood. Avicii. Dat is al helemaal te laat. Dat is al helemaal te laat. Mozart, dat is nog pas geleden, maar Avicii dat... Op de vierde plaats staat de aflevering over de misdaadmeter 2019. Het Algemeen Dagblad onderzocht wat de meest onveilige gemeenten van Nederland zijn. Nijmegen stond hierbij schrikwekkend hoog, namelijk op de 14e plaats. Maar voelen we ons ook onveilig op straat? Voel jij je veilig in Nijmegen? Ja, ik voel me wel veilig, ja. En jij? Zeker, ja. Ja, ik vind het wel veilig hier. Elke buurt vind je veilig? Ja, sowieso elke buurt. Hoe veilig voel jij je in Nijmegen? Ik voel me redelijk veilig hier. Ja, veilig. Net zoals hij ook al zei, het kan overal gebeuren. Dus, Voel jij je veilig in Nijmegen? Ja, verschillende woonwijken. Ik kom zelf uit Heesveld en dat is best wel veilig. Als de straatverlichting maar aan is. Hè? Hoe veilig voel jij je in Nijmegen? Wow, dat had ik niet verwacht. Ja, ik ben wel safe. Ik voel me wel safe. Voelen jullie je veilig in Nijmegen? Ja. Ja. Ik geloof in de law of attraction.
Dus wat ik uitschouw, krijg ik ook. Dus als ik de hele tijd bang ben, dan gaan er enge dingen gebeuren. In de nieuwe misdaadmeter staat Nijmegen op nummer 14 van de onveiligste gemeente. Wat vinden jullie daarvan? Oh, slecht. Dus? Ja, ik vind Nijmegen eigenlijk helemaal niet onveilig. Omdat, het is gewoon veilig, want in principe heb je gewoon veel gevaarlijkere steden of wijken. In Nijmegen is het best wel rustig eigenlijk. Ja, ik zeg heel eerlijk, ik ben daar niet echt mee bezig. Het verbaast me, dat zei ik toevallig gisteren ook tegen hem, het verbaast me dat er nog niks is gebeurd met de zomerfeesten. Had u niet verwacht? Nee, dat had ik niet verwacht. Ik denk van, ja, Nijmegen is veilig, hè. Moet eens kijken, overdags, lekker druk en zo, maar... Kan ik me niet voorstellen. Ik eigenlijk ook niet, ik voel me gewoon veilig. Wow. Ja, dat is wel heftig. Er werd een keer geschoten, een paar maanden geleden hier ook, bij Malfur, dacht ik, ergens in de buurt, ja. Ik heb geen reden om me niet veilig te voelen gehad, tot nu toe. Ja, ik kan gewoon normaal over straat, niks aan de hand. Ik krijg er eerlijk gezegd niet heel veel over mee, hoor. Ik zelf ook niet, helemaal niks. Nee. Nummer 14 van 355 is best wel een hoge score, vinden jullie niet? Ja, dat wel, maar ik merk er niet heel veel van. Ik zie Nijmegen best wel links, weet je. Of ja, als een linkse stad eigenlijk. Best wel liberaal of zo. Misschien voel ik me daarom ook een beetje veilig. Maar ja, gebeuren sowieso wel shady dingen. Maar dat is wel in elke stad zo, weet je. Omdat we misschien wat groter zijn dan een andere stad, dat het misschien wel wat meer zo is, durf ik niet te zeggen. Maar het is wel altijd lastig. Eigenlijk moeten we meer loon krijgen. Dan wordt mensen gaan dan meer accepteren dat vriendelijkheid en zo. En dan komt het denk ik eerder goed dat het minder criminaliteit wordt, denk ik. Ja, of ze stelen juist nog meer. Nee, ja, regentonnen misschien? Hey. Hey, dat klinkt goed. Huts. Ja, oké. Okay. Niet al te lang na de jaarwisseling gingen we de straat op om te kijken hoe het ervoor stond met onze goede voornemens. Welke voornemens hebben we en hoe gaat het ermee? En houdt het een beetje vol? De video hierover vinden we terug op de derde plaats. We gaan even jullie goede voornemens testen. Nou, ik heb niet echt goede voornemens. Waarom niet? Omdat ik me er toch niet aan hou. Lief zijn met anderen. Lief zijn met anderen? En dat lukt tot nu toe? Ja, denk ik. Ja, toch wel? De meeste. Nee. Gezond eten. Gezonder eten. Ja. Sta zeg je voor de Mac, hè? Meer sporten. Waarom? Ja, heel goed. Nou ja, ik wil uiteindelijk bij Defensie, dus moet je fit zijn, hè? Oh, dat is inderdaad wel waar. Dus jij gaat straks Syriërs neerschieten. Ja. Heel goed. Kom even jullie goede voornemens testen. Oh, sorry. Een abonneer. Hallo, ik heb een vraag over goede voornemens. Oh, die heb ik niet. Oh. Ik loop hier met een fles dranken, man. Oh, dat gaat al mis, ja. Hallo, ik heb een vraag aan jou. I don't speak Dutch. Oh, dan laat maar. Bye. Bye. Hoe zit het met jullie goede voornemens? Slecht. Hebben jullie geen goede voornemens? Jawel. Nee, eigenlijk niet. Oh. Ik vind niet dat het begin van het jaar daar per se een moment voor is. Interessant. Wanneer moet het gebeuren? Gewoon wanneer je wilt dat het gaat gebeuren. En heb je goede voornemens over het algemeen dan? Op het moment niet. Deze maand doen 23.000 mensen mee aan Ik Pas. Het is eigenlijk de Nederlandse versie van Dry January. Dat betekent dat je een maand lang geen alcohol mag drinken om je lichaam te ontgiften. Er zijn best wel veel mensen die een maand lang geen alcohol meer drinken om het lichaam maar even te gaan ontgiften. Doen jullie daar aan mee of zeggen jullie van nee, gewoon shotjes? Nee, shotjes. Misschien een maand lang geen alcohol drinken? Ja, dat doe ik niet aan. Nee? Ja, ik geef ze al verpest dan. Dus. En als we nou zeggen een maand lang geen alcohol drinken, dat is dat best wel veel mensen doen? Nee. Oh. Nee, ik ga geen maand lang geen alcohol drinken. Hey, ben jij van de rode wijn en van de fruitbiertjes? Nou, ik ben 17, dus... Nou, ik was op mijn 16e al van de fruitbiertjes en van dat soort dingen. Oké, okay, maar laten we dat maar niet zeggen in de camera. Mocht mijn moeder het ooit zien? Hoe heet je? Anne. Moeder van Anne, ze drinkt al alcohol, maar de vraag is nu, ga je ermee stoppen voor een maand? Nee. Nee? Ja, ik ben over 3 weken 18, dus... Oh, gefeliciteerd alvast. Ja. Waarom niet? Noah, waarom drinken we geen alcohol? Wel alcohol? Het is gewoon gezellig. Nou, maar bier is lekker. Ja. Ja. Dus ga je niet doen? Nee. En jij? Nee. We hoort niet bij Defensie, toch? We moeten fit zijn, ja, geen alcohol. Nou zit ik nog niet in Defensie, dus nou moet ik ervan genieten. Ja, dat is waar, dat is waar. Nou, doei, zuip ze. Vorige maand vonden de provinciale statenverkiezingen plaats. De uitslag hiervan was vrij bijzonder te noemen, aangezien het FVD vanuit het niets de grote winnaar werd. Maar wat had men hierover te zeggen? In het o zo linkse Nijmegen. We vinden deze video terug op de tweede plek van onze top 5.
wat vond u van de uitslagen van de verkiezingen? Bizar. Bizar, waarom bizar? Omdat rechts en links hebben gewonnen en het midden niet. Dus ja. Ik weet de uitslagen helemaal niet. Ik heb echt helemaal niks gevolgd. Helemaal niks gevolgd. Waar heeft u zelf op gestemd? Ik heb links gestemd, gewoon links. Positief. Positief. Ja. En waarom positief? Hoe heet die weer? Die Forum voor Democratie? Ja, ik op zich sta ik wel achter inderdaad, ja. Ook al is er een rechtse uitslag, heb ik begrepen, is er een, in de Senaat zijn ze van plan om aansluiting bij links te zoeken. Dat betekent dat eigenlijk de regering in zijn geheel naar links schuift, ook al hebben een aantal partijen rechts gewonnen. Sommige uitspraken zijn iets te recht, maar sommige uitspraken zijn wel, ja, die kloppen wel, denk ik. Daar sta ik wel achter. Ja, ja, heel verrassend. En waarom heel verrassend? Ja, ja, nou, ik moet zeggen, want ik ben niet zo politiek gericht. Dat hoeft ook niet. Ja, maar dat ik denk van, oh, van nul naar zoveel zetels, denk ik van, nou, dan heeft hij zich er goed in gepraat. Ja, om het is. Zo, ja. In normale taal te horen. Ik heb geen mening, zeg jij. ja, ik had niet verwacht dat de Forum van Democratie zo hoog had gescoord. Maar... En waarom niet? Ja, aan de andere kant ook weer wel, maar... Ja, ik vind het niet zo heel goed eigenlijk. Hey dames, wat vonden jullie van de uitslagen van de verkiezingen gisteren? Oh, ik vond het een beetje teleurgesteld. Jij vond het teleurgesteld. Hey, vertel, waarom vond je het teleurgesteld? Ik had gehoopt dat een andere, ja, in ieder geval niet deze partij als hoogste eruit zou komen. Nee. Hey, ik mag niet stemmen, want ik heb geen Nederlands paspoort. Maar ik vond het wel een interessante, nou geen een leuke uittelling. Want, nee. En waarom niet? FVD, dat is niet zo mijn... Mijn partij, zeg maar. Is lekker, chocolaatje. Ja, maar Forum voor Democratie, wat vinden jullie ervan? Of zal ik je eerst eventjes je mond leeg? Ja. Wat vond u ervan? Nou, ik vond het wel verrassend eigenlijk. En waarom verrassend? Nou, dat ze toch op die dag heel erg gingen promotie maken. En vond ik het verrassend dat ze zoveel meerderheid kregen. Ja. Had ik niet verwacht. Zou je niet één waarvan je denkt van, nou, hey, die zou ik nou, heb ik iets van gehoord, lijkt me leuk, interessant. Nee, nee, helemaal niet. Daar heb ik helemaal niet mee bezig gehouden. Ja, dan kom ik met jou echt geen steek verder. Nee. Sorry. Ja, geen probleem. En tot slot, de nummer 1. De meest bekeken video van het afgelopen seizoen was ook direct de allereerste. In aflevering 119 ging ik de straat op om mensen naar hun mening te vragen over de Nashville-verklaring. Het document uit de VS zou zich tegen seksuele diversiteit uitspreken. En werd in Nederland onder meer ondertekend door SGP-leider Kees van der Staaij. Na de publicatie van deze video bleek deze ook flink te zijn gedeeld in de gelovige kringen. Naast dat het de meest bekeken video is van dit seizoen, is het ook de meest dislikte video. Maar liefst 76% van de mensen die een stem uitbracht, gaf ons een duimpje naar beneden. De Nashville-verklaring. Daar weet ik niks van. Ik vind daar eigenlijk niet zo heel veel van, moet ik zeggen. Daar hebben wij heel veel moeite mee, ja. En waarom? En waarom? Omdat ik gewoon belachelijk vind om homo's, lesbiennes en zo uit te sluiten. Ik bedoel, er zijn net zo goed mensen, die mogen ook net zo goed een relatie hebben. Het is afgelopen week heel veel in het nieuws gehoord. Weet u ervan? Caroline. Oh, dat gaat over Brexit, denk ik, hè? Of niet? Wat vindt u ervan? Ja, waardeloos. Nee, ik vind het in zekere zin ook prima dat mensen dat niet goed vinden. Wat vindt u daarvan? Belachelijk. Waarom belachelijk? Ik kan echt niet meer in deze tijd. Nee. Mannen en vrouwen en alles wat er omheen moet lekker zelf weten wat ze doen. Ja. En er mag echt niet meer aan getornd worden. Na zoveel jaren van strijd en echt niet. Vind ik echt niet meer kunnen. Ik denk dat ik het niet helemaal goed begrepen had. Nee. Van de Nashville-verklaring. Ja, over homoseksualiteit. Dat misschien... Precies. Hey man, is... Freaking 2019, toch? Ja. Shit over jezelf, man. Ga gewoon groeien met de wereld, toch? Ja. Ja, wat ik zei, ouderwets. Ja, ben ik het wel mee eens. Ja. Terug in de tijd. Ja, past er niet helemaal bij, hè? Ik ben niet tegen homo's, helemaal niet. En ook niet tegen lesbies, want ik heb zelf ook gewoon homo-vrienden. Mm-hmm. En ik vind dat ze er mogen zijn. Ja, ik ben persoonlijk bi, dus ik vind het heel raar. Omdat ik zoiets heb van, stel ik ga met een meisje, zou dat niet anders moeten zijn dan als ik met een jongen ga. Naar mijn idee doe ik daar niemand opzettelijk kwaad mee of zo. En er zijn wel meer dingen in de Bijbel waar ze ook niet aan houden. En dit moet dan per se wel. Dat vind ik persoonlijk heel raar. Ja, je hebt ook homo's die net iets te ver kunnen gaan, vind ik. Maar ik vind over het algemeen, ja, het zijn ook mensen, toch? Ja. Voel je je dan ook aangevallen daardoor? Maar eigenlijk wel een beetje. Want ik heb dan zoiets van, ja, liefde is liefde. Wij waren het eerste land waar homo's mochten trouwen, dat soort dingen. Mm-hmm. En dan nu wordt dat ineens, ja, zou dat teruggedraaid moeten worden. En dat vind ik persoonlijk echt wel raar.
tegenstanders van een Nashville-verklaring. Als voor een Nashville-verklaring. Nou ja, we gaan verder. Veel mensen noemen de Nashville-verklaring niet meer van deze tijd. Maar is geloof überhaupt nog wel van deze tijd? Ik geloof sowieso niet in God en zo, dus ik vind dat nergens op slaan. Dus okay. Nee, dat vind ik... Ja, mag dan maar afgeschaft ja. worden. Ja. Ja. En vindt u het nog wel van deze tijd, het geloof? Nee. Nee, maar ik vind het van geen enkele tijd. Nee, mensen mogen voor mij geloven wat ze willen geloven. Alleen ik heb de, ja, best wel nare ervaring mee als mensen dan ook op straat mij gaan proberen te overtuigen dat ik niet met een vrouw zou mogen daten omdat het niet volgens God mag. Ja, ik ben er persoonlijk niet heel erg van. Je mag die mening hebben, maar dat moet je niet gaan projecteren op anderen. Nee, dat wil ik niet zeggen. Nee, iedereen die mag geloven waarin ze zelf willen. Mm-hmm. Maar ze moeten niet doordrammen. Vanaf vandaag zal het Instagram-account van Wat Zegt Het Volk tijdelijk worden overgenomen door het muziekprogramma Bring the Noise. Wil jij dus de komende maanden niets missen van alle leuke optredens en festivals in regio Nijmegen? Zorg dat je ons volgt via Bring the Noise Revival op Instagram.